Ik sta voor het Mauritshuis in Den Haag. Voor wie van Nederlandse 17e eeuwse schilderkunst houdt, is hier op de juiste plek. Het Mauritshuis heeft een wereldberoemde collectie schilderijen uit de Gouden Eeuw. Mede gevormd door steun van de leden van de vereniging Rembrandt. Het lachende jongetje van Frans Hals, het zelfportret van Rembrandt, het portret van de oude man van Rembrandt, zijn slechts drie voorbeelden van de meer dan 50 schilderijen die de vereniging Rembrandt heeft helpen verzamelen voor het Mauritshuis. En recent konden daar drie schilderijen aan worden toegevoegd. Drie schilderijen uit een set van vier die nu eindelijk weer compleet is. De hereniging van die schilderijen en het kunnen zichtbaar maken aan iedereen die het wil zien, was een extra reden voor de vereniging Rembrandt om de aanvraag te honoreren. Directeur Emily Goordenker vertelt er meer over. Gefeliciteerd. Heel veel dank. En wat kan je precies vertellen over deze werken? Het zijn vier werken die inderdaad bij elkaar horen. Ze zijn alle vier allegorieën. En ze personificeren de vier seizoenen. Bij ieder schilderij is een medaillon. En daar middenin, dat is een soort gat. En daar kijk je doorheen en daar zie je een figuur die iets met zo'n seizoen te maken heeft. Dus als we hier even kijken naar lente, dan zien we daar lente op een karretje rijden met bloemetjes. En daar omheen, daar buiten, allerlei figuren en symbolen die alles te maken hebben met de lente. En in dit geval ook de lucht, want lente wordt geassocieerd met lucht. Zomer met vuur enzovoort. Dus ik kan een heel leuk detail. Vertel. Hier in de voorgrond zie je een chameleon. Zie je dat beest daar? Ja, ik zie hem, ja. En daarvan dacht men in de 17e eeuw dat hij alleen op de lucht kon leven. Dus zonder eten, alleen maar lucht. Nou, daarom is de chameleon daar. Dus het is vol met dit soort hele geleerde referenties. De maker, Nicolaas Bergen. Geen hele grote naam, maar geen onbekende. Ik weet dat hij in de 17e eeuw al een gevierd kunstenaar was. Waar blijken zijn bijzondere kwaliteiten uit? En zien we die kwaliteiten ook in deze vier schilderijen? Nou, Nicolaas Bergen was inderdaad een grote naam in zijn tijd. Voornamelijk bekend om zijn landschappen. En deze stukken zijn uit die periode wanneer ook andere soorten genres aanboorden. En deze zijn, weten we waarvoor ze waren, zijn gemaakt voor Herman van Zwol, een verzamelaar. En die had een prachtig huis op de Herengracht. En deze vier zijn ook gemaakt als bovendeurstukken. Dus ze zijn bedoeld om zo boven de deur te hangen. Dus een opdracht van die verzamelaar. Absoluut. En ze waren ook bij hem tot hij overleed. In 1699 was er een veiling van zijn stukken en daar komen ze allemaal in voor. Je zei net dat deze vier werken bedoeld waren als bovendeurstukken. Waaraan kun je dat zien? Ja, dat is ontzettend leuk. We hebben ze nu even hier opgehangen, dus je kan met je neus bovenop staan. Maar eigenlijk is het zo, ze zijn heel los geschilderd. Het zijn bijna olieverfschetsen. Dus heel snel, heel rap. Er zit ook heel veel beweging in daardoor. Ze lijken echt zo'n beetje om eroverheen te draaien. Ja. Maar dus je kan het zien aan de manier waarop ze geschilderd zijn, maar ook de perspectief. Dus als je naar die stukken daarboven kijkt, dan zie je dat het wel degelijk klopt. Als je naar zo'n medaillon kijkt, dan klopt het perspectief daar veel beter dan als je ze hier lager ziet hangen. En je vertelde net ook even, niet op de camera, dat er een verschil is, dus ook in toon en tint, moet ik zeggen, denk ik. Die bruintinten. Er zijn dus kleine verschillen tussen. En volgens mij vertelde je mij dat de kunstenaar dat ook waarschijnlijk zo bedoeld heeft. Nou, het was ontzettend interessant. De twee bovenste schilderijen zijn eigenlijk altijd bij elkaar gebleven. En ze waren exact hetzelfde ingelijst. Het schilderij van ons, van de zomer, die hing hier dus al langer. In een gouden lijst. En deze lente was wat later gekocht door de verzamelaar. En die had weer een andere lijst. En aanvankelijk dachten we, nou, die twee die horen dus altijd bij elkaar. Ze hebben ongeveer dezelfde tint. En die andere twee wijken af, want ze hebben een andere geschiedenis. Toen ze uit de lijst haalden en nu allemaal in identieke lijst hebben geplaatst, zie je dat het veel subtieler is. De lente straalt. Hè? Het is tijd van de licht. Daar hadden we het. En daar komt de zon op. Zomer is net een beetje rossiger. Ja. En eigenlijk zie je dat bij de herfst en de winter er ook een verschil is. Het wordt dus steeds donkerder. Ja. Net zoals de seizoenen. Deze vier prachtige schilderijen van Nicolaas Bergen zijn vanaf nu te zien in het Mauritshuis. Met heel veel dank aan de Bank Giro Loterij en natuurlijk ook de Vereniging Rembrandt.